But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. Dit jaar is het thema eerlijke handel. Wat houdt het thema precies in? Nou, als je mij daar onmiddellijk mee confronteert, dan heb ik altijd bij eerlijke handel. Oh, laat er alsjeblieft geen kinderarbeid zijn. Hè, van dat je heel goedkoop geproduceerde kleren krijgt, maar dat je dan weet dat kleine kindervingertjes daaraan hebben moeten werken. Dat maakt gewoon het dragen van die kleren niet fijn. Maar ja, een heleboel andere mensen denken meteen aan Max Havelaar, koffie en dat soort dingen. Maar het gaat inderdaad wel om voedingsmiddelen en kleding. Dat zijn wel heel erg dingen die, vind ik, waar mensen in eerste instantie ook iets mee kunnen doen. Wat kunnen we hier allemaal doen vandaag? Je kan theatervoorstellingen bijwonen, je kan workshops meemaken. We hebben net een djembe-workshop gehad, maar er komt nog straks een workshop Afrikaanse dans. Je kan muziekvoorstellingen kan je bijwonen. Er is een dansvoorstelling, dus laat ik zeggen, de verschillende podiumkunsten zijn goed vertegenwoordigd. Je kan op de hoek van het terrein kan je in een hele hoge rots kan je klimmen en abseilen, dus dat is ook wel een heerlijke activiteit. Je kan met een boot varen en een verhaal horen. Je kan met een shutteltje door Eilst een rondje maken. Je kan hier heerlijk eten en drinken. En ik hoop dat iedereen zich doordrenkt weet van het thema eerlijke handel. Wat bent u hier aan het doen? Nou, ik ben de blaadjes aan het strippen van de bloemen. Of de besjes. Deze besjes kunnen ze beter gebruiken in de bloemstukken. U bent bloemstukken aan het maken dus? Nee, dit is het voorwerk. De dames daar ginder, die maken de bloemstukken. Het hele dorp heeft bloemen gedoneerd. En de volkstuinvereniging heeft overal bloemen gesnoeid. En daar maken wij boeketten van. En die verkopen we. Gisteren hebben we al kransen ervan gemaakt. En die verkopen we voor... of de 100% van de opbrengst is voor de Hunger Project. Wat heeft u nu in de handen eigenlijk voor plant? Weet u dat? Ik kan het u niet vertellen. Weet u het misschien? Hey? Ik heb geen idee. Hij weet het ook niet. Bent u van beroep ook bloemisten? Ik ben toevallig van beroep bloemisten. De meesten hebben cursussen gevolgd, maar het is mijn werk. Of het was mijn werk, zeg maar. Nou, geweldig. En het ziet er... Je moet even wachten, want daar... er staat een klant te wachten al een hele tijd. Mevrouw, wilt u de dwars in? Zo? Ja, de echt meest speciale gast hebben we gisteravond gehad. Dat was Dolf Jansen. Die heeft met een waanzinnige conferentie ons festival geopend. En ja, ik roep maar steeds heel luid, hij deed dat voor niks. Hij heeft dus echt een benefietvoorstelling gegeven. En ik zit er op dit moment in feite nog helemaal op na te sudderen. Net terug van de millenniumloop. Ja, klopt. Zweet op voorhoofd. Hoe was het? Hartstikke mooie loop gehad. Prachtig mooie dag. Ja. Heeft u nou die volle 100 kilometer gelopen? Ik alleen? Ja? Nee, ik alleen niet. Nee. We waren in totaal met, ik denk, 10 collega's. En dan in estafette vorm hebben we met z'n, zeg maar, 105 kilometer gelopen. Loopliefhebbers en millenniumdoelen. En dat is aan elkaar gekoppeld. En we hebben een loopje, wilden we wel organiseren. En dat is wat uit de hand gelopen, moet ik zeggen. Nou ja, je had zeg maar in allerlei dorpen wisselpunten. Waar je zeg maar, je collega lopen zeg maar, afloste en dan ging die door. En dan waren het gemiddelde aantal kilometers van om en nabij de 5 à 10 kilometer. Team raakvlak. Het gaat er in eerste instantie om dat er voldoende teams blijven en voldoende enthousiasme. En dat er dus ook het nodige wordt binnengebracht voor de goede doelen. En dat gebeurt nog steeds. Zijn die millenniumdoelen te behalen voor 2015? Ondertussen zijn er al volgens mij 3 of 4 gehaald. Ja, kindersterfte was net vorige week nog voor de televisie. Dus is ook, ja, dat gaat steeds beter. Dus ja, er zijn in ieder geval al 4 gehaald. Dus dat is super. En die andere 4, want het zijn er totaal 8, die komen nog wel bij in de komende 3 jaar? Ik hoop het, natuurlijk. Met dit festival doen wij ons best. Denkt u dat het haalbaar is om die 8 millenniumdoelen te behalen voor 2015? Nou, dat lijkt me heel moeilijk. Ik denk niet dat het lukt. Maar ja, je kunt het proberen. Meer laat natuurlijk. Ah, dat denk ik wel. Als de mensen goed hun best doen en als je erachter staat, dan willen alles.